Hallo mensen! En we doen vandaag weer Man in Survival met Gijs van de Tjitjipool. En de Tjitjipool is een beetje stil, dus ik ga gewoon verder zonder hem. Fuck hem. Kansloos, Nick. Kans. Hey mensen. Hey. We moeten weer naar de spawn lopen, want we moeten iets laten zien wat we hebben gedaan. Oké, wedstrijdje. Oh, vuur, ik heb hem niet opgenomen. Kansloos. Hallo mensen van mijn kanaal, we gaan vandaag weer verder met Man in Survival. Hey! Je hebt niks gemist, ook al lijkt mijn deel nu korter, maar ik ga jullie weer vertellen dat we iets nieuws hebben. Hier sneeuwt het, Nick. Kijk, hier sneeuwt het. Wat lul je? Ik zie en nu zon. Sta ik in de regen. Nee! Ja, kijk, hier is sneeuw. Als ik het weghaal, is het weg. Nee! Hier sneeuwt het. Ik zie zon! Oh man, de sneeuw! Dan ga je hier... Oh, het regent! Ik zie zon! Het regent hier fucking Nick. Heb je rain niet uitgezet? Waarschijnlijk, maar ik vind het niet erg. Nou, let op. What the fuck? Hm? Ik moet mijn scherm schoonmaken. Geen scherm schoonmaken. We hebben even de bordjes gechanged. Met hoe het klopt. Geen en we hebben... Challenge 12. Kat. Oh. Niks aan de hand. Mijn kat, ik dacht dat die wegging. Maar die gaat weer even op de vensterbank liggen zonder. Oh, ja. Challenge 12 en 13 zijn. Impossibru en Impossibru. Aha. Omdat. Aangezien de nieuwe versie van Minecraft niet meer beesten zo random op gras laat spawnen. Ja. Kunnen wij dus niet de challenge make a farm of pigs and cows. En find all the animals. Want de animals zijn gedespawned. Mm-hmm. Dus dat kunnen we helaas niet doen. En omdat beesten niet spawnen, kunnen we ook niet challenge 16 doen. Craft 5 books. Omdat we geen ladder hebben. En Minecraft zegt van, je hebt ladder nodig voor een boek. Maar we kunnen nog wel 17, 18, 19, 21 en helemaal weer terug naar het begin. 24 doen. En dan is heel de challenge afgelopen. Dan hebben we het hard gespeeld. Yay! Yeah. Zonder te cheaten. Wat een baas zijn wij. We hebben gewoon een keer... Wij moeten vaker een custom map doen. Wij cheaten niet zo vaak. Wij cheaten tenminste niet. Jeroen bijvoorbeeld. Of Remco. Remco is echt niet... Remco is op het cheat koning. Ja. Zelfs buiten de serie doet hij om cheaten. Het is gewoon echt naai. Hij kijkt toch niet deze serie, dus who cares? Ja, we kunnen gewoon Remco, als je deze serie toch kijkt, we hebben niks gezegd. Oh, hallo nieuweling. En ik wil even nog Bjorn. Bjorn kijkt dit wel. Dus Bjorn, ik ga het nu doen. Nick, wat zullen we eten vandaag? Want we hebben hier geen eten. Ik weet het niet, man. Wat zullen we gaan eten? Wat zullen wij toch eens gaan eten? Ik probeer een soort van flashback. Dat het lijkt of wij kijken. Oké, wacht. We moeten ergens random de lucht in kijken. Ja, wat zullen we... Oh nee, wacht, ik ga... Het ziet er zo achter. Ga met je hoofd recht staan, naast mij. Ja? Ik zit in F5, by the way, dus... Oh, oké. Wat zullen we toch eens eten vandaag? Wat zullen wij gaan eten? Dit ziet er ziek stom uit. Oh, dit is echt stom. Oké. Oké, wat... Wat ging ook... Oh ja, we gingen... Wat gaan we doen? We gingen een painting maken. Oh ja, een painting. Dus wat? We hebben wol nodig, hè? Hebben we wol? We hebben string. Oké. Ja, we hebben plenty of strings. Oh, wat hebben we hier? Oh, shit. Oh. We hebben bone meal. We hebben glowstone. Dan ga ik even die plantjes bevruchten. Oh, doe jij dat maar met jouw zaadjes. Of wacht. Oh, wat? En de mens is helemaal aan het durpen. Oh, wat? Waar? Hij is nu niet meer aan het durpen. Zal ik hem aankijken? Ik ga hem aankijken. Nee, ik doe het niet. Leef niet dat YOLO-leven. Ja, maar... You only live once, hè? Oh, shit. Hij gaat hem af. Kansloos. Oh, hij pakt een blokje en dan denkt hij zo van... Oké, het is goed. Hier hebben we... Fucking you, skeleton! Nick. Ja? Waarom heb ik 31 books in mijn inventory? We hebben dan technisch gezien de challenge gehaald. Yeah! Yay, denk ik. I don't know how, but yay. Nee, die hebben we toen in die Lost Library. Oh ja, ja. Maar ja, die hebben we niet gecraft eigenlijk. Ja, daarom. Dus hebben we dan wel of niet de challenge gehaald? Nou ja, laten we de kijkers beslissen.
Mm-hmm. En ik ga deze keer ga ik in de gaten houden hoe lang we ongeveer aan het opnemen zijn. Oh, shit. Want we hadden echt de vorige opneemsessie allemaal random derp getal. En ik. Hey. We kunnen... Heb jij nou al een painting? Nee. Oh, wat? Wacht even. Wat heb je eigenlijk nodig voor een painting? Hey, je hebt wol nodig en... Oh, ik kan nu één wolblokje maken. Oh, kijk. Ik heb snowblocks. Kijk, is ik ga de creeper killen. Ik kan het. Oh, nee, laat maar. Laat maar, zo te horen. En dan ga ik even een mooi stuk maken waar we onze painting kunnen gaan ophangen. Oh, is goed. Oké. Okay. Dat een soort van kunstgalerij gaat worden. Oh, shit. Dus ik denk van, wow. En dan gaan mensen daarvoor betalen en dan worden wij ziek rijk. En voor de persoon die laatst op onze server was gekomen, waardoor we een whitelist hebben moeten zetten, waardoor we de server moesten resetten. Bedankt. Bedankt, man. Het is echt of dat je de serie wil gaan saboteren. Maar ja, het is echt. Aangezien ik zomaar een keer geen aardappel was, hadden wij mooi een back. Ik ben trots. Nee, je was wel een aardappel, want je had geen whitelist. Ja, maar ik had niet verwacht dat mensen random deze server gingen joinen. Ja, maar eenmaal saboteren vind ik echt wel triest. Ja. We zaten allemaal gaten in ons eerste huis. Voor mij heeft hij niet eens onze serie gekeken, want hij maakte ons alleen ons oude huis kapot. Wat, dan faal je echt. Ja, eigenlijk wel. Ja, er was een gat in... Ja, wat? Serieus, wat? Oh nee, maar misschien omdat je daar spant. En als je dan niet de nieuwe aflevering had gezien, had je gezien dat dit eigenlijk ons hoofdhuis was. Ja. Mwahaha, jokes on you. Fuck you, troll that's gonna troll. Er is iets nadeligs gebeurd met of frikandel of broodje, een van de twee. Oh, zijn ze... Die is overleden. Zijn ze opeens random weg? Nee, hij is overleden. Hij is overleden in een kelderdrama. Oh ja. Val hem aan, broodje. Ik noem deze gewoon broodje, want dat klinkt cooler. Nee, ik sla mijn eigen hond. Fuck. Met een diamond sword ook nog. Oh man, hier zijn ziek veel monsters. En we hebben weer shader, by the way. Ja, we hebben shader, dus, jongens. Voor alle mensen die weer keken voor de coole shit. Ik vond het wel grappig, want mensen vroegen echt om shader. Zo van, hey. Het shader is ook, oh mijn god, ik zit hier te surviven voor mijn leven. Ik weet niet, ik vind altijd... Oké, abandon mission, maar Minecraft is echt ziek aan het buggen als ik gewoon opneem. Dat is echt... Dan is hij wel laggy, zeg maar. Maar, hoe heet het, oud game is hij dan wel goed. Dus het zal... Ik speel alleen niet echt zo soepel. Er staan heel wat skeletons beneden in ons huis. Dus ik ga even wat meloen eten. Oh ja, dat zal het vast wel verhelpen. That will fix the shit. Ik hoop dus serieus dat het eigenlijk wel... Okay, wacht. Ik maak een painting. Ik mag niet slapen, Dick. Het is te eng. Oh. Oh ja, dat is ook bad. Zo fucked up, chicks. Ja, er zijn monsters hier vlakbij. Dus je mag niet slapen. Nee. Oh, fuck you! Ik kan een appel gaan eten, ja. Laat ik dat doen. Ja, want dan ben je wel veilig bezig. En dan heb ik plekje mee. Top. Dus ga je naar ons huis komen? Ja. Ik zie je, Nick. Hey, jij. Hey, Nick. Je hebt een spin achter je. Je hebt arrows in je. Ik weet het. Het was echt pijn. Oh, wat. Nick, hallo, Nick. Ik heb een arrow in de knie. Welk bedrijf had daar nou zo'n hele slechte grap van gemaakt? Oh mijn god. Er zijn heel veel mobs daar. Nee. Kut, Gijs. Die creepers. Ah, nee. Oh. Oh. Oh, sorry. Bedankt, Nick. Tof, maat. No problem, man. Zijn we spullen nou allemaal naar de tyfus? Nee, dat niet. Ik heb ze gesaved, want ik heb ze gepakt. En ik zie een glitch in mijn junkload. Oké, wacht. Door het sneeuw lopen. God dang it! En zoals je ziet is ons huis weer kapot. We hebben gewoon een explosieve serie. Yay, met spulletjes! Fuck you, veel... creeper! Oké. Waar is mijn hond heen, by the way? Mijn hond is dood, nee! Oh, mijn hond leeft gewoon nog. Kunnen we ook doodmaken? Nee. Oeps. Don't do it. Fuck you, zombie. Fuck you. Hé, hey, je hebt mijn zwaard gestolen. Ja. Wil je zwaard terug? Ja, dan mag jij je enchanted zwaard terug. Wacht, ik pak wel even de trap die niet helemaal naar boven gaat. Oké, wacht. Ik ga mijn shit enchanten. Oké, tot zo. Oh, wacht. Nee, eerst de painting. Alsjeblieft. Hier, zwaard. Mag mijn zwaard? Ik heb hem daar naartoe gegooid. Wat, je hebt hem in je hand? Oh nee, daar zit hij. Kijk hier. Daar. Oh, daar. Kijk uit, creeper. Waar, oh. Waar de... Oh. Ik heb geowned. Nou.
Nou, dan pak ik het zwaard wel. Ik ga mijn shit enchanten. Oké, okay, doe jij dat? Dan ga ik even mooi mijn... Onze Mona Lisa... Nacht. Oh, wat? Het is Mona nacht. Lisa, please. Waarom krijgen we niet het grote schilderijtje? Ik weet niet wel. Oh. Kom hier, schilderij. Ik wil groot. Hier is het waarschijnlijk. Groot. Oké, wacht. Nee. Wees groot. Fucking spider, rot op. Fuck u, wat groot. Ah, hè. I'm seriously. Seriously. Maar nou is hij niet symmetrisch. Jij bent niet symmetrisch. Oh. Oh, mijn kat is volgens mij weer getoast. Die is goudbruin aangebrand. Die kat weet gewoon niet wat hij wil doen. Hè. Ik heb fire respect. Wat, serieus? Ja. Die kat gaat echt dan, hè? Dan gaat hij fel in de zon liggen, want de zon schijnt zomaar hier vandaag. Oh, ja, bij mij ook. Lekker zonnetje. Mm. Zon. Ik hou van zon. Zon is wat doen die painting? Blijf nou eens gewoon eens zitten, Jezus. Daai. Oké, dan gaan we gewoon heel, heel kansloos één dingetje doen. Zo, ja, de heilige ook taak. Ook nog een mob farm maken. Maar dat doen we in de volgende aflevering. Natuurlijk. Ja, want ik heb geen idee hoe we een mob farm moeten maken. Ik een beetje, maar ik vind het een gekut werk. We hebben eigenlijk Mark daarvoor nodig. Mark, die kan dat. Ja, maar Mark is dan is hij er en dan PC, is hij weer niet. Ja, is een PC kwijt. Ons huis is misschien een bende. Nee, joh. Valt ik heb ook geen melonblok meer. Hij steunt op één blok, dus... Eén pilaar. Eén pilaar, ja. Het is zoveel monsters zijn hier, Jezus. Dat is echt niet normaal. Oh, wacht even, we kunnen de workbench show. Hé, dat is handig. Ah, kijk. We hebben er toch weer over nagedacht, hè, Gijs? Mm-hmm. Toen maar weer zit. Oh, wat? Kan je hem even verdedigen en zo? Nou ja, ze doen helemaal niks meer. Wat niet? Ze lopen wel. Ja, maar ze hebben ons niet door. Waarschijnlijk zijn we helemaal in zombievlees. Dus ze ruiken ons niet. Oh, een soort van als The Walking Dead. Ja, nee joh. Dat heb ik echt niet gekopieerd. Daarvan. Oh, dus je hebt echt niet... Ben je nu bij seizoen 1? Dude, daar ben ik... Daar ben ik al. Ik ben bij seizoen 3. Wat? Zo ver al? Ja, seizoen 3. Wow, dat hij... Oh nee. Spoiler alert! Wacht, ja, wel kijkt, spoiler alert schreeuwen. Dat hij kijkt naar de doodshoofden, zeg maar. Zo heel creepy, zo van... ik heb doodshoofden in een flesje of zo. Zoiets. Of een met de governor. Ja. Van, dit is mijn geheime vapkamer. Precies. Je kan niks aan doen, zoiets. Ja. Fucking skeleton, kom hier. Ik vond het een lichte spoiler dus, jongens. Het is technisch gezien is het, ja, je kan het wel zien als spoiler, maar... Ja. Dat is echt schokkende spoiler, nee, niet bepaald. We kunnen het ook. Bioshock kunnen we trouwens ook heel makkelijk spoileren. Ja, maar dat is helemaal niet leuk. Dat is echt een rotstreek als we dat doen. Het is ook gewoon in één zinnetje, heb je het af. Ja. Nee, en dan zo. Maar dat is eigenlijk wel het leuke van Bioshock. Je hebt echt zo'n... Sowieso een mindfuck. Ja, sowieso. Wat? Melon, you're drunk. Go home. What the fuck are you doing, Melon? Kom eens in de kelder. Misschien zie je dit ook. Wacht. Wat? Hij is weg. Er was een melonblokje. Die zat hier vast. Hier zo. En die ging echt zo... Als ik hier een arrow. Omdat de melonblokje is geraakt, oké? Oh, en hij is ook weer weg. Gijs, wij zien spoken. Wij zien spoken. Ah, oh. Spoken, hey. Bestaan. Yes. Hey, dat is mijn hond. Ja, hij is niet meer kijk, boos. Kijk, zie je, mijn hond is tenminste wel sterk. Fuck u, ik had er twee. Mijn hadden gewoon, ja, een probleempje. Een lichte aandoening. Kijk, we hebben ons huis nu meer parkourachtig gemaakt. Oh shit. Want dat vinden mensen leuk om te zien. Parkour map, wat is het geworden? Oh. Melon parkour survival. Oh, maar je kan er ook gewoon niet op, wat? Jawel, kijk. Oh ja, je moet shift. Oké. Okay. Shit. Helemaal wat? Hoezo? Wat? Hè? Waarom heb ik eigenlijk echt zo'n zieke kans zo'n trap gemaakt? Kijk, je moet shift, zo. Hoppa. Weet je hoe stom dat eruit ziet? Nee joh. Oh, nu regent het wel. Oh, nu is het schijnt wat? Ja, what the fuck, Nick. Nu pas gaat bij mij het zonnetje schijnen. What the fuck? GG, Minecraft, GG. Ja, inderdaad. Oké, we fixen het huis en dan maken we wel even een einde aan deze rampzalige middag, dag, dingetje. Hé, hey, Gijs. Ja. Er zitten arrows in je hoofd. Wat er vanaf, het ziet er heel creepy uit. Oh, wat? Is het gewoon...
Eén zit er gewoon door mijn hoofd. Ja, heen. Gewoon door je nek zo. Zo, wacht, kijk, hier zo kan je het mooi zien als ik zo mijn hoofd draai. Hij zit in je nek. Ah! Haal er vanaf! Haal er vanaf! Oh nee, doe dat niet. Oké, dat kan ook. Nou mensen, zo. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van een spannende aflevering van Melon Survival. Waar we eigenlijk niet zoveel hebben kunnen doen, maar dat kwam allemaal door ons ongeluk. We hebben een painting gemaakt, dude. Ja, oké, we hebben een challenge gehad, dus dan moeten we zo meteen nog een sign plaatsen. Precies. Dus doe een duimpje omhoog als je deze aflevering leuk vond. En ik vind dat we weer een codewoord moeten doen. Ja, want ja, mensen vroegen naar. Wat zullen we doen? Ik zat te denken aan gebakken kat, omdat mijn kat al 2 keer getoast is in de zon. Oké, we doen gebakken kat. Gebakken kat, dus of in de reactie staat echt gebakken kat. Fucking held. Ik heb weer een arrow door mijn hoofd. Hoe krijg ik het steeds zo... Oh, nou heb ik een arrow door mijn mond. Nou weet ik net of ik een pijp aan het roken ben. Hahaha. Like a sir, of zoiets. Zoiets in die richting. Nou mensen, houdoe! Houdoe!